Ergens in een land werden er verkiezingen gehouden. Welkom bij het verkiezingsdebat. En we hebben hier de leider van één land, één leider. En we hebben hier stemrecht voor alles en iedereen. Wat zijn de voordelen van één land, één leider? Nou, ik ben blij dat je dat vraagt. De voordelen zijn van één land, één leider, dat er nooit meer gedoe is, dat ik alleen maar kan beslissen. Tweede punt is dat kinderen helemaal niet kunnen stemmen, want zijn ze ook nog veel te jong voor. En ik ben tenminste geen boomknuffelaar. Maar jij bent een narcist. Oh. Dat ben je zelf. Dan gaan we nu even kijken naar de leidster van stemrecht voor alles en iedereen. Het is ook veel te gevaarlijk als die leider gewoon alles regeert. Daarom is de wereld ook van alles en iedereen. We gaan zo meteen kijken wie ervoor ligt. Maar nu eerst de reclame. Kijk hier, een democratisch gezin. Kinderen, wat zullen we vanavond gaan eten? Pizza! Pasta! Pasta! Pizza! Pizza! Pasta! En dit is nou democratie! Dus stem gewoon maar op één land, één leider. Dan zijn we klaar met deze ruzies. Dat vind ik wel een goeie. Jongens, luister even naar moeder. We eten vanavond pasta. Bij stemrecht voor alles en iedereen wordt er gewerkt met fluisteren. Zeg het maar. Kom jongens, we moeten naar de vissen luisteren. Ze hebben ons zoveel te vertellen. Wat een goeie. Ja. Ze zeggen dat ze meer zuurstof in het water willen hebben. Stemrecht voor alles en iedereen geeft alles een stem. Tijdens de reclameonderbreking waren er journalisten in gesprek met leden van de verschillende partijen. De leiders van de partijen wilden weinig vertellen en gingen er snel vandoor. Zullen wij nog even onze make-up doen in de wc? Ja, goed idee. Nou, ik denk niet echt dat dit de wc is. Nee, inderdaad nee. Maar we gaan weer terug. Hé, hey, daar heb je die leidster. Gauw, we verstoppen ons. De mannelijke journalisten kregen ook een verrassing. Stil, ik zag daar net die leider. Heb je het geld? Wat doet hij daar nou met die presentator? Ik weet niet wat ze te bespreken hebben. Ik wil 1 miljoen. Dan kan ik ervoor zorgen dat jullie bovenaan de peilingen staan. De leider van één land, één leider kocht de presentator op. 1 miljoen. Weet je dan zeker dat ik de verkiezingen ga winnen? Geef mij maar die doekoe, dan regel ik alles. Maar de leidster was in het echt ook anders. Tss, ze zijn al 25 seconden te laat. Het lijkt wel alsof ik die leidster hoor. Ze zijn al 25 seconden te laat. Sorry. Leidster, volgens mij beginnen de bomen het veel te warm te krijgen. Hallo, ik bepaal hier wat de bomen, planten en vissen allemaal zeggen, ja? En jullie moeten naar mij luisteren en nu wegwezen. Ze wil helemaal geen stemrecht voor alles en iedereen. Ze wil gewoon alles voor zichzelf hebben. Domme beesten. Hé, hey, zijn jullie hier? Ja. Je raadt nooit wat ze net gezien hebben. De journalisten delen hun verhalen en beseffen dat beide leiders niet goed zijn. Daarom richten ze snel een eigen partij op. Ze zijn net op tijd klaar voordat de uitzending weer verder gaat. Ja. Nou, hier zit de uitslag. Wie ligt er voorop? Stop! Wat is dit nou weer? We zitten live in de uitzending! Nou, en wij willen ook eventjes iets vertellen. Het is niet goed als één leider alles te zeggen heeft. Wat een onzin! Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook raar als bomen en planten stemrecht krijgen. Huh? Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ronald, daar heeft de presentator omgekocht. Wat een onzin! Woehoe, maar zij doet alsof ze overal tegen luistert. Maar ze drukt gewoon haar eigen mening door. Het is fout wat alle tweede leiders hebben gedaan. Wij hebben in de pauze een politieke partij opgericht. Wij vragen ook iedereen om mee te doen. En dat is pas democratie! Ik ben het er niet mee eens.